Welkom bij weer een nieuwe Didos. Vandaag gaan we het hebben over LNG. Wat is LNG? Daar hebben we Lindy's weetjes voor. Ja, LNG staat voor Liquefied Natural Gas. Het is eigenlijk gewoon het gas waar wij ook op koken, maar dan heel koud gemaakt, waardoor het vloeibaar wordt. Het is min 160 graden en dan wordt het 600 keer kleiner dan gewoon gas. En that's it. Hey, wij zijn Lindy en Babette. We werken allebei bij Shell en wij maken vlogs. Didos. Zoals jullie weten houden wij van actie. We gaan er niet alleen over praten, we gaan LNG tanken. En daar hadden we een training voor nodig, dus even terug in de tijd. Yes. Ja, we zijn er op locatie. We moeten ons natuurlijk nu wel eerst even omkleden. Oké, nou we staan hier met onze expert van vandaag, Matthijs. Lindy, je had een prangende vraag, stel hem. Yes, mijn vraag was eigenlijk, we hebben eigenlijk geleerd dat het allemaal heel veilig is, LNG. Waarom hebben we dan toch dit allemaal nodig nu als we gaan tanken? De beschermende kleding heb je voornamelijk tegen de kou en omdat je hier veel grotere hoeveelheden in één keer verplaatst. Oh ja, okay. Helder, logisch. Ja. En waar maken we eigenlijk LNG? LNG wordt op verschillende plaatsen gemaakt, maar de grootste leveranciers voor LNG naar Nederland zijn Noorwegen, Qatar, Algerije en Nigeria. Oké, daar is wel wat warmer. Kunnen wij er zelf ook op tanken en rijden? Nee, LNG is echt bedoeld als alternatief voor zwaar transport, dus scheepvaart en vrachtwagens. En voor personenauto's zijn er andere alternatieven, zoals waterstof en elektrische auto's. Super, top, gaaf. Nou, ik wil wel even de praktijk in. Zullen we het gaan doen? Yes. We gaan het doen. Let's go. Doei. We zijn bij expert nummer 2 en trainer Albert. Ik zou zeggen, laat ons maar even zien wat hier gebeurt. Nou, dames, loop mee. Albert. We zijn getuigen van een belangrijk moment. Albert, wat gaat er gebeuren? Nou, Babette krijgt het certificaat dat zij de cursus heeft voldaan. Niet! Laat even zien! Super! Hey, we hebben nu een net goed avontuur gehad, maar we hebben nog een vraag. Ja, we hebben een prangende vraag. Marco, ja. Hey, we hebben hem volgetankt. Mag ook een stukje mee? Natuurlijk. Yes! Echt serieus, ik heb nog nooit in een cabine gezeten. Daar komt Lindy. En daar komt Marco. Hoppa. Hoppa. Die is heel koud. Nou, even wachten. Kan ik dit aanraken of niet? Je mag het even aanraken. Met je hand van buiten. Ik voel niks hoor.